Hallo Aram, kom je mij tegen? Dan is deze reading voor jou. Het is niet tijdgebonden, dus het komt altijd op het juiste moment. Check je maan en check ook je ascendant. Wellicht zitten er mooie boodschappen voor jou erbij. Vandaag, de dag dat ik opneem, is het een Uranische supervolle maan in stier. Dus ik ging bedenken, wat voor mooie boodschap heb ik voor jou om de 2 weken. En deze week heb ik bedacht dat ik de geluksthema voor alle sterren wilde gaan bespreken. Dus blijf tune, kijk ernaar, deel, like, praat erover. En voor aanvragen voor consulten kun je hieronder. Hieronder staan alle gegevens. Je kan ook in mijn webshop kijken voor spirituele zeepen. Zou ik het helemaal leuk vinden. En alvast bedankt voor het kijken. Nou, als je vaker hebt gekeken, dan weet je dat je 3 kaarten van mij krijgt. Een tarotkaart, een orakel en liefdesorakelkaarten. En dan, op het einde, kijken we de onderste kaarten voor extra boodschappen. Nou, onder deze supervolle maan in stier gaat het vooral om stabiliteit en overvloed. Dus je geluksthema, wat voor jou in de sterren staat geschreven, Ram, is financieel nieuw begin. Er is een verandering in je professioneel leven of daar ben je mee bezig. Wat ik je mee mag geven is werk echt aan jouw droom. Voel je verlangens en ga dat gewoon manifesteren voor jezelf. Maar sluit ook deuren. Investeer in het leven van je droom. Mag ik het zo zeggen? Zo komt het uit. In ieder geval, een korte, mooie boodschap voor je geluksthema is: investeer in het mooie leven die je wil leiden. Is het geld? Is het tijd? Is het aandacht geven daaraan? Is het opnieuw beginnen? Is het deur sluiten? Doe dat, want dat gaat je heel veel geluk brengen, vooral financieel. Zullen we naar je kaarten gaan kijken? Want dan ben ik benieuwd wat de kaarten nog meer tegen je zeggen onder deze volle Uranische maan. Nou, even kloppen. Wat wil de tarot? Dit is Engelentarot. Wat willen ze je vertellen? Nou, je hebt 2 kaarten. 7 van water en koning van lucht. Dus een persoonskaart, een luchtteken. Dat kan zo zijn, een luchtteken in de maan of in ascendant. We gaan kijken, wat wil de liefde aan jou vertellen? Ja. En even kijken, dat team zie ik hier. Even deze omdraai, 8 van aarde. Dus je bent een beetje aan het oefenen. En nog de orakel. Het is eigenlijk de Lenormand kaarten. Laat me het beter zeggen. Lenormand kaarten krijg je. Oeh, die vloog er echt uit. De vos. En dan ga ik even een boodschap voelen en dat aan jou meegeven. Nou, de tarot 7 van water heeft het heel vaak te maken met een ingewikkelde beslissing. Zoals ik al net aangaf, voor je geluksthema, voor een financieel nieuw begin, moet je sommige deuren sluiten. Soms mensen achter je laten. En ik denk dat je genoeg hebt ervaren, dat je nu ervaring rijker bent, zodat je ook de juiste keuzes kan maken bij het afsluiten van oude stukken. En de koning van lucht, dus het heeft te maken met een persoon. Het kan ook het kan ook wel andere sterrenbeelden zijn, maar het gaat erom dat die persoon misschien, omdat het een luchtteken is, of omdat het een luchtkaart is, dat een persoon iets tegen je heeft gezegd of iets heeft overgebracht. En dat kon best wel vervelend zijn en dat geeft je een beetje moeite met een keuze maken en daardoor ingewikkelde keuze. Het heeft ook wel te maken dat je denkt, ik voel dat je heel veel van deze koning houdt. Het kan dus een partner zijn, het kan je vader zijn, kan je broer zijn, in ieder geval een mannelijke persoon in jouw leven. Maar het kan ook je kind zijn, krijg ik nu door. Dus zoek je professioneel advies, dan mag je altijd bij mij consulten aanvragen, want het heeft je wel misschien uit je evenwicht gebracht, mentaal en emotioneel, want dat doet best wel pijn. En daardoor heb je ook 7 van water, dat het gewoon heel ingewikkeld is om deze keuze te maken. Maar jouw geluksthema die zegt, je moet afsluiten voor een nieuw begin. Dus dat wordt niet meer dient. Mensen die niet meer kloppen in jouw leven, dat ze vooral, hè, als het kan ook een vrouw zijn, hè, even om terug te komen.
Ga het onderzoeken, stel het niet langer uit. Je hebt het gevoeld, je hebt het ervaren en nu moet je doorlopen naar het poort van het licht, zoals een hele mooie kaart dat zegt. Maar spreek ook met zelfvertrouwen. He, voel je zelfvertrouwen aan, klinkt wel heel gek ook dat zeg, maar is het nog niet zo? Werk aan je zelfvertrouwen, zodat je verder kan. Want in de liefde zie ik beren op de weg. En beren op de weg zou ook wel kunnen met gedachten die je het hebt te maken. Omdat iets is naar je toe uitgesproken, zou ook kunnen. Of dat je iets hebt gezien. Maar ik denk eerder in de communicatie. Het kan met liefde te maken. Het kan ook in relaties, liefdevolle relaties. Mensen waar je van houdt. Die nu kunnen uit balans zijn. En die hebben dan misschien jou uit balans willen brengen. Maar blijf staan. Wat je voelt, want je bent een ram, je bent intuïtief heel sterk. Ik noem rammen ook altijd superhelden. En ik zie ook hier een vos. En een vos heeft het te maken met bedrog en wantrouwen. Voel je dat aan bij iemand? Ik zeg altijd, oh is het koning, hè? En een koningin Maxima en Willem-Alexander. Maakt niet uit als jouw intuïtie je dat vertelt, dat iemand nu aan het werk is. Moet je dat ook geloven, want ik zie een persoonskaart. Dus voel aan, kies voor jezelf, sluit deuren en denk aan jouw geluksthema. Een money, financieel nieuw begin. Dus laat ook mensen los. Ik hoor ook dat je deze persoon los moet laten in liefde en het accepteren van hij of zij is zo. Het is gebeurd. Vergeef degene, vergeef jezelf. En sluit af zodat je kan gaan investeren in het leven van je dromen eigenlijk nog wel. Maar beren op de weg zien, het is een ervaring. Als iemand raar is, want ik voel heel veel ram. Dus daarom misschien ga ik van achteren naar voren, omdat het verschillende verhalen zijn. Maar als ik gewoon kijk in de lucht, in mijn luchtballon, in mijn bubbelballon, dat zie ik eerder dat iemand iets heeft gezegd of iemand heeft iets gedaan wat jij voelt dat het heel sluw is. Dat geeft wantrouw en de enige wat ik je mee kan geven is kies voor jezelf. Zo ingewikkeld is de keuze niet. Als jij nu al beslist om voor jezelf te kiezen en daarachter te staan en vastberaden en vastbesloten door te gaan, de enige wat je tegen kan komen is een financieel nieuw begin. En geld maakt niet gelukkig, nee, maar het maakt het leven wel gemakkelijker. Dus zit je in een ingewikkelde situatie nu waar je heel veel van iemand houdt die eigenlijk niet heeft geluisterd. Want een vos kan ook heel erg slim zijn en misschien wat trager en die reist anders dan een ram. Laten we zo zeggen, al zijn het allebei dieren. Heeft het te maken, ja, er is intriges, masker. Ik hoop niet dat jij het bent, hè, ram, die dat allemaal doet nu. Maar in ieder geval, er is iets ook van jaloezie om je heen. Dus ik ga je ook vragen om jezelf te beschermen. En dat kun je doen met een kruidenbad, zoutbad. Je kan ook zout in hoeken van je huis zetten om al het negatieve energie te verbannen. En stuur alles wat niet meer dient naar het licht en laat het vervagen in het licht. En dat is dan misschien de keuze die je kan maken door eerst te gaan cleansen, op te ruimen, degene te vergeven. Want soms zijn mensen nog niet daar. Ze kunnen dan op een andere manier heel intelligent zijn, maar emotioneel niet. En vergeef ze voordat ze dat bewustzijn nog niet hebben. Want het heeft te maken dat diegene nog niet hetzelfde bewustzijn heeft als jij daar wel bent. En is het andersom dat een andere wel de hogere bewustzijn en die probeert jou mee te krijgen naar een andere plek, naar een hogere plek. Stel de juiste vragen. Stel de juiste vragen van beren op de weg zien. En de Lenormand kaart zegt er is een vos hier aan het werk die jou een wantrouwig gevoel geeft. Jij bent de ram, ik blijf het zeggen, intuïtief ben je supersterk. Het is dan aan jou om ook naar dat gevoel te luisteren en verder te gaan. Want ik zie hier, het heeft te maken misschien dat je vroeger een team was, bent, kan nog steeds. Alleen maar dat er iets tussen is gekomen. We zitten in donkere tijden. Weet, het donker is heilig. Dus ruim gewoon op en het is ook mooi en wees ook heel dankbaar dat je het mocht zien voordat je verder gaat en dieper gaat. En dan werkt het gewoon niet voor jou. Oké? Kijk, de vervulling is hier.
De team is ook hier. Dus het zou ook kunnen dat het jouw geliefde is die je verder mee wil reizen. Praat erover. Van joh, we zijn een team. Wat ontbreekt? Wat is er aan de hand? Wie vertrouw je niet? Heeft het met mijn daden te maken? Of met jouw acties dat we elkaar nu even niet begrijpen? Het kan ook familie gerelateerd zijn in vriendschappen. Praat erover. En als je vroeger een team was en dat werkt dus niet meer, is omdat je verder moet gaan voor de vervulling. Dat dit, hè? De reis is dan misschien af als een team. Samenwerking kan ook wel wat mee te maken hebben. Dat je alleen verder moet, zodat jij de regenboog kan vinden voor jezelf. Want daar is de pot goud, hè? Daar is het begin van het financiële. En eigenlijk hoor je vandaag te beginnen, want we hebben volle maan in stier. Hè? En er zitten Uranus tegenover. Dus hele onverwachte wendingen, gebeurtenissen kunnen voor de deur staan. Maar geef niet op, in ieder geval geef ja, jezelf opgeven. Dat kan niet in ieder geval. Opgeven is geen optie voor jezelf, laten we het zo zeggen. Ga gewoon door, manifesteer onder deze mooie, mooie maan. En laat de herinneringen en de momenten los. Geef het aan het licht, aan de bron, zoals ik al zei. En laat het vervagen in het niets. In de tussentijd, als je investeert in het opruimen van het negatieve energie om je heen. Wat je mee zou kunnen krijgen, zegt de tarot. Dit is dan 8 van aarde. Vakkundigheid wordt beloond. Leer alles wat te leren valt over een bepaald onderwerp. Of ga terug naar school door een cursus te nemen. Of daar ben je mee bezig. Of misschien ben je zelf een ondernemer die cursus wil gaan geven, workshops. Dat staat allemaal voor jou in de sterren geschreven. Dus ga door die deur. Laat degene los die wantrouwig nu overkomt of is. Of sluw bezig is of probeert te manipuleren. Of die is bang, hè? Maar beren op de weg zien is gewoon eigenlijk gewoon over de beer heen stappen. Gewoon zeggen, mag ik er even langs? Schuif de beer en keep on moving. Ga gewoon op dat gele mooie pad van Dorothy. Klik 3 keer op je schoenen. Geloof in jezelf. En ga dat mooie pot met goud ontvangen. Want dat staat voor jou in de sterren geschreven. Don't forget. Laat los. Vergeef diegene. Er is een persoon hier. En die is op dit moment niet helemaal bij zichzelf uit balans. Of nog niet op dezelfde bewustzijn. Of dezelfde trap waar jij staat. Die is daar nog niet. Het enige wat je kan doen is bidden dat ze daar komen. Vooral als je heel veel van hun houdt. En loslaten is het mooiste. Hè? Dus de onvoorwaardelijk liefde. Dus hou gewoon van degene. Maar zet degene daar. En keep on moving. Zoals Jada Pinkett altijd zegt. I love you, but you have to stay over there. En dan komt er een pad. Dan komt er een verlichte pad voor jou. Goed. Tot over 2 weken. Denk erom. Wil je een consult aanvragen? Omdat het misschien te veel. Hier beneden is allemaal gegevens. En dan kun je op mijn website. En dan kun je een consult aanvragen. Yes, heel veel geluk de aankomende maanden, periode, jaren. Want het is je gegund. Het staat in de sterren geschreven. Gewoon door die deur gaan. En die beer gewoon schuiven. Oké, kus. Tot over 2 weken weer. Bye bye.